Zo. Nu zie je het ook wat beter met licht. Waarom zou ik deze wegdoen? Hij is zo leuk. Wassenaarsverslag. Melon secco. Popcorn. Kennen jullie dit nog? Nou, waar is het dan? Daar en daar woon ik. Dit vind ik echt heel leuk. Oh, ja, lekker is anders. Oh. Dit is echt heel goor. Nou, moet je even kijken wat er allemaal in zit. Hij zit echt helemaal vol. Met vooral laminaat en oude kastjes. Nou, even een stukje ontbijtkoek. We hebben in 3 uur alles gedaan. Echt precies van 12 tot 3. Zonder rust. Echt, het was hard werken. Zijn ouders hadden dus aangeboden om nog even te helpen. En ik dacht eerst van, hoeft niet joh. Maar zo. Waarbij dat ze hebben geholpen. En ik ben best sterk. Ik heb 8 zware dingen getild. Ja. Yeah. Eerst is naar het scheidingsstation. Met een aardig volle bak. Nou, valt mee. En nu de hele bak achter mij vol. Het is hier ook vol, dus Hadi rijdt met zijn ouders mee. En het staat helemaal vast in Muiden, ik weet niet waarom. Die komt er gewoon niet uit. Het is bloedheet, dus ik heb geen even een koude douche nemen met een handdoek die ik uit mijn wasmand nog had gepakt. Even wat anders aan. Kunnonna. Wat is het warm zeg. Niet normaal, maar goed, nu zetten we hem lekker in de garage. Daar is het koeler en hup, meteen het huis in. Dus nu wordt het veel minder zwaar. Alleen ik baal een beetje dat we alles in het huis moeten gaan zetten. In mijn kantoor. Maar die laatste spullen zijn echt dat ik denk, oh, ik wou dat ik het allemaal niet had. Zoveel zooi. Weet je, je keukenkastjes die je leeghaalt en zo. Dat je denkt, het liefst koop ik het allemaal opnieuw op het moment dat ik het nodig heb. Want je wordt helemaal gek. Oh, van wat je allemaal in die tassen hebt zitten, zeg. Zo, nieuw. Maar goed. We wilden heel graag lekker afsluiten bij Oma Co. Lekker terrasje. Maar we hadden iets van, nee, het is zo warm, het is zo druk. We kunnen die aanhanger nergens kwijt. Dan moeten we daarna nog door gaan werken. Beter gaan we nu gewoon lekker door. Kunnen we daarna nog even een drankje doen of zo. Jeetje, het staat echt helemaal vast. Ik denk dat iedereen naar het strand gaat of zo. Nou, doei. Even laten zien wat er allemaal in zit. Wow. Hoi, bureau. Zo. Eruit halen. Hey. Het is hier lekker veel koeler. Even naar de vloer gekeken en hij is wel echt heel mooi. Nu met meer licht, echt heel tof. Zijn ouders vinden hem ook heel mooi. Zo ziet het er nu hier uit. En de bak is leeg. Op de reis na. Nu zie je het ook wat beter met licht. Nou ja, het zegt je nu nog niks misschien, maar ik vind het echt mooi. Tof hoor. Leuk. Het is de volgende dag. Ik heb hetzelfde aan, maar het is de volgende dag. Beetje moe. Maar het is vandaag heel lekker weer. Dus eigenlijk moest Haan en ik even iets leuks gaan doen. Wow, ik ben echt moe. Maar ik wou nog eventjes naar het nieuwe huis. En eigenlijk wil ik toch nog wat meer kleren weg doen. Juist omdat ik morgen nog naar Muiden ga, waar die bak voor het leger Zeil staat. Dacht ik, laat ik dan nog even een bak maken. Want ik weet dat dit niet mijn kledingkast is. Dit wordt mijn webshopkast. En ik heb gewoon ruimte boven voor alle kleren. Maar sommige dingen draag ik echt niet. Maar bijvoorbeeld dit blouseje. Heb ik echt al sinds ik 16 ben. Pas ik niet, want toen was ik iets slanker. Maar ik wil hem gewoon niet wegdoen. Want ik vind het gewoon een heel leuk blouseje. Daar neemt ook echt heel weinig ruimte in. En dit blouseje. Dat is echt mijn lievelingsblouse. Maar die gaat heel erg snel open. Die knoopjes zijn niet goed. Maar ik vind hem zo leuk. En ik heb nooit meer ergens zo'n blouse gezien. Dus ik vind het een beetje moeilijk wat ik dan weg moet doen. Maar ik ben nu eerst even alle zakken met kleding nog aan het uitruimen en aan het ophangen. En dan ga ik even kijken wat ik nog weg doe. Ik heb al wel veel weg gedaan hoor. Echt al veel. Dan gaan we weer. Dit rekt al zoveel halen, by the way. De vloer is trouwens heel mooi. Want nu met beter licht zag ik ineens dat er echt wel echt veel vlekken op zitten. Het is heel tof. Echt heel tof. Dit is letterlijk, alleen dit is webshop, hè. De rest is allemaal mijn eigen kleding. Oké, jongens, wat ga ik wegdoen? Ik heb net ook even die kasten hier stonden op marktplaats gezet. Want die waren ideaal in mijn huis in Muiden. Omdat ik daar een schuine wand had. Maar hier vond ik het echt zonde van de ruimte. Ik heb hier nog een shopper vol met webshop kleding. Nieuw webshop kleding. De leuke broeken. Maar waar ga ik die leggen? Ik heb het nog niet geordend zoals ik wil, want dat kan gewoon niet. Ik bedoel, kijken hoe het er hier uitziet. Gelukkig
verhuis ik in de vakantie, zeg. Dat is wel echt een tip. We hebben wel heel chill dat ik eerst verhuis en haar pas later. En dat ik al best wel veel heb gedaan. Want het lijkt hier nu een zooi, maar ik heb natuurlijk al heel veel gedaan. En straks kunnen we beginnen met de rest van het huis. En dan is het wel fijn dat ik hier al best veel heb gedaan. Die draag ik niet meer. Ze zijn wel echt hele chillen. Dan denk ik, zal ik hem nu aandoen? Ik vond deze echt heel chill. Nu ga ik hem dus passen, om te kijken of ik hem wil houden. Ik weet niet wat ik weg moet doen. Deze blouse heb ik nog nooit gedragen, want hij is heel groot. Maar ik vind dat heel leuk. Oh. Deze draag ik nooit. Terwijl ik hem zo leuk vond. Maar dan denk ik, waarom zou ik deze wegdoen? Hij is zo leuk. Deze oranje jurk is echt heerlijk. Gewoon al die basic dingen die gewoon wat ouder zijn, die mogen gewoon weg. Want die zijn ook niet dat je ze echt gaat missen of zo. Of dat ze bijzonder zijn. Maar ja, wat doe je met zo'n jasje die je één keer hebt gedragen in Antwerpen met Ro? Wat gewoon heel leuk is, maar ik vind hem veel te groot. Nou, dat ga je toch niet wegdoen? Ja, het ziet er niet uit. Ik draag hem echt nooit. Hij is gewoon echt heel groot. Jasjes zijn gewoon handige dingen. Maar ze nemen wel veel ruimte in. Oh jongens. Daarom moet ik het echt met vrienden doen, want in mijn eentje is het echt een ramp. Zal ik dit gewoon wegdoen, dit jasje? Nee, deze doe ik dan wel, geef ik wel aan iemand. Niet zomaar weg. Dit groene blouseje is veel te groot. Jee. Zie je dat ik echt alleen al die plain dingen wegdoe? Die effe kleding. Deze pas ik nu niet, maar deze vond ik zo leuk. Oh, deze gaat ook weg. Dit is echt mijn lievelingsblouse van de video waarin ik mijn haar ging laten verven voor het eerst. Met hele leuke pareltjes hier. Maar die heeft hier een blondeervlek. Die je eigenlijk niet ziet. Ik doe hem gewoon weg. Dat is geweest. Ik heb er zoveel plezier van gehad. Nu mag hij wel weg. En deze rode ga ik eigenlijk nooit dragen. Dus die doe ik denk ik ook weg. Maar die is nieuw. Best een mooie kleurtje. Kijk, en dat neemt zo weinig ruimte in, dan hou ik hem op. Kunnen jullie ook gewoon niks wegdoen wat je nooit gedragen hebt? Dat kan ik gewoon niet aan. Misschien is het toch tijd om afstand te gaan nemen van dit. Alles wat ik wegdoe is groen. Waarom heb ik jullie eigenlijk zo hoog gezet? Dus had ik al toen ik bij mijn ouders woonde. Oh, hij is ook echt te klein. Oké, okay, hij gaat gewoon weg. Doei. Het is heerlijk in de winter, maar deze winter heb ik hem geen één keer gedragen. Ik heb al heel veel weggedaan, hè? Dat jullie het even weten. Maar ik film niet meer alles, want dat is veel te veel werk om te bewerken. Ik vind geel heel leuk, maar ik draag hem niet. Deze mag nu ook wel een keer weg. Die had ik toen in Frankrijk nog met Ruben echt elke dag aan. Weer een groene blouse hier. Nou, dan is er toch wel wat weg. De rest vind ik echt geen reden om weg te doen. Nou, nu stop ik echt met filmen, want ik heb weer veel te veel. Oh ja. Er is nog meer, de echte zomerkledingafdeling. Ik draag dat dus deze zomer allemaal niet, omdat ik me daar nu dus niet prettig in voel. Maar ja, dit zijn wel hele handige dingen. Bijvoorbeeld zo'n feestding, ja, dat draag je één keer per jaar, maar dat ga je niet wegdoen. Want als er dan feestdagen aankomen, heb je weer niks. Toch? Nou, ik ga hier ook nog even doorheen. De buurman komt net mijn pakketje brengen. Vet chille buren hebben trouwens. Mijn trouwvolgers weten dat ik deze schoenen... Calvin Klein Rijka Mesh. Zijn ook helemaal niet. Ja, ze zijn 100 euro, maar ik heb ze steeds wel met korting kunnen scoren. Met zilver hier had. En die heb ik twee keer opnieuw gekocht, omdat ik ze zo tof vond. Maar één keer had ik ze in de wasmachine gedaan en laten drogen en was dit gesmolten. En die andere waren gewoon echt heel erg lelijk geworden. Maar nu had ik dus zwarte gekocht. Met alleen maar zwart, want ik heb dus nog nooit zwarte sneakers gehad, hè. En ik wilde dat al heel lang, maar toen dacht ik ineens, ik ga deze kopen. Dit kastje is nog van de vorige woners. Kijk, deze. Die vind ik dus echt heel chill. Het zijn gewoon zulke lichte, kleine schoenen. Ik heb ook wel zo'n grote voeten en het is gewoon niet zo lomp. En die vond ik zo tof dat ik dacht, nou, ik bestel ze ook in het wit. Maar dat is zonder zilver. Dat vind ik nog veel leuker. Gewoon echt witte schoenen. Ik moet ze gewoon even mooi proberen te houden. Hier heb ik dan 70 voor betaald. En voor die andere volgens mij ook. En deze heb ik bij Weekamp gehaald. En die andere bij Omoda, dacht ik. Of Nelson. Volgens mij Omoda. Maar hier ben ik gewoon heel blij mee. Het zijn zulke chille schoentjes. Echt. Die heb ik eigenlijk al jaren. Heerlijk. Hij kwam met het idee om naar het strand te gaan. Waar zijn we nou? Wat was er naar zijn afslag? Was er naar zijn afslag? Oh, wat was er naar zijn slag? Zijn we. Kijk wat een chille plek. Ik zie die altijd lopen. Ja, Aperol. Iedereen drinkt dat altijd. Ik weet niet waar het naar staat, maar volgens mij is het bitter. Oh, dit vind ik heel lekker. Wil je proeven? Kijk, wat een zieke portie.
echt calamaris-achtig. Nu heb ik een meloen. Melon secco. Dat is prosecco. Maar het is zeg maar niet zelf gemaakt. Het bestaat gewoon. Oh, wow. Dit is wel echt lekker. Proef maar. We hebben een plek gewisseld, want we vonden het daar echt heel chill zitten. Maar we vonden het eten niet lekker. Dus nu zitten we hier en we hopen dat we straks op een bankje kunnen. Maar hier zitten we ook wel lekker. Dus hier hebben ze wat meer echt van die beach gerechten. En dat vinden we lekker. En ze hebben echt leuke vegan dingen. Daar vond ik echt niks echt lekker. En hier zou ik dit willen. Ik zou dit willen. Hier ben ik echt benieuwd naar. Geroosterde bloemkool. Ik wil dit. En die. En die. En die. Dus dat is echt... En ik zie echt veel lekkere dingen. Oh, lekker. Nice. Het zeebaars. En ik heb dus die... Dat bloemkoolgerecht. Echt mega gezond en lekker ziet het eruit, zeg. Zo, dat was even een lekker middagje. Ook heerlijk dat we er niet op het heetste deel van de dag waren. Echt zo genoten. Helemaal, we zeiden ook, oh, we doen het nu weer veel te weinig. Nu we steeds aan het klussen zijn en zo. Morgen ga ik misschien zwemmen, want ik wil heel graag gaan zwemmen. Dat is een sport die ik heel leuk vind. Ik heb trouwens mega knoflook van het heerlijke eten. Het eten was fantastisch. Volgens mij heb ik dat net op Instagram gezet. Dat tweede waar we zaten. Bite. Zo goed. We waren helemaal onder de indruk. De mojito's waren ook echt geweldig lekker. Ik wou eigenlijk even naar de macro. Ik heb het pas aangevraagd. Want ik wil heel graag Monin siroop kopen. Omdat met Lotte had ik dat. Ze had komkommersiroop in. Dat vond ik zo lekker. En toen dacht ik, oh, dan ga ik een keer naar de macro. Dus dat doe ik dan op weg naar Muiden. En dan om 3 uur sleuteloverdracht. Dus ik wil daar 1:30 of zo zijn om nog even schoon te maken. En daarna nog naar oma. Dus morgen wel een best drukke dag. Dus nu lekker naar bed. En ja, ik ben helemaal voldaan. Lekker. Zien jullie mijn huid? Het valt mee, hè? Ik heb goed ingesmeerd. Ik heb het eerder dat het al iets minder erg is. Want ik heb de hele dag in de zon gezeten. Maar morgen ga ik denk ik echt vet brown zijn. En ik ga lekker niet mijn haar wassen. Dan ga ik morgen lekker zwemmen. En dan daarna mijn haar wassen. En helemaal, deze kleur is zo leuk als je dan steeds wat gebruinder wordt. Trouwens, een heerlijk jurkje voor op het strand. En ik heb mijn bikini gezond. Daar ben ik echt trots op. Want dat durf ik meestal. Zo, in 1 dag hè. Vroeger had ik heel vaak zulke bruine benen. Toen ging ik naar de zonnebank. Maar nu nooit meer. Maar kijk even hoe brown. Heerlijk, ik hou ervan. Oh, lekkere cappuccino met kokosmelk. Ik vroeg of ze die ook verkopen, die pakken. Maar het is gewoon niet te krijgen. Dat is zelf gemaakt voor hun eigen merk. Normaal gebruiken ze dus Alpro. Maar de kokosmelk van Starbucks is zo lekker. En nu ga ik lekker naar de macro. Zoveel zin in. Wat doe ik hier? Volgens mij vind ik hier echt... Oké, nee, het eten is wel leuk, maar dit allemaal? Dan ben ik echt 1 keer maar even in de macro geweest, 100 jaar geleden. Is dit hier bijvoorbeeld goedkoper dan in een normale winkel? Nee, toch? Volgens mij kan bijna iedereen wel een macropas krijgen. Toch? Is het niet echt bijzonder dat ik hier ben? Dit vind ik echt heel leuk, maar ik denk dat ik het niet moet kopen. Maar wel echt super leuk. Dit is wel leuk, dit zijn die glazen van Libby. Dat heb ik toen een keer van Mooiper gehad, 2 van deze. Maar die zag ik laatst ook bij die andere groothandel waar ik was. Ja, ik denk dat ik dit soort dingen niet moet kopen. Maar ik wist niet dat je dat hier ook had. Best logisch eigenlijk, maar wel leuk. Kijk. Echt wel toffe glazen. Maar ik wil het ook gewoon samen met haar beslissen en niet in mijn eentje. Maar deze hadden ze volgens mij ook gewoon bij de Sissy Boy. Die vond ik toen heel leuk. Oh my god, dat ziet er zo vet uit. Ik wil dit. Kijk hoe cool. Heel veel dingen zijn gewoon duurder dan als ik ze bij de slijter haal, hoor. Hier ben ik wel heel lang benieuwd naar. Deze. Maar waarom zou je dat hier halen? Kan iemand het me uitleggen? Ik vind vooral gewoon die kleine grote dingen leuk. Zeg maar ook echt als cadeau is dit toch echt cool. Als je gewoon of zo'n mega fles cadeau doet. Dat vind ik wel echt leuk. Hier kwam ik voor. Voor deze eigenlijk. Ik heb wel even mazzel dat heel veel dingen er niet meer zijn. Maar volgens mij liggen die andere smaakjes bij de koffieafdeling. Wat wel leuk is, is dat ze deze hebben. Die minis. Maar het zijn niet per se de smaken waar ik benieuwd naar was. Maar meestal hebben ze alleen die koffieminis. Die karamel en zo. Maar hier was ook deze. Deze wilde ik halen. Die is op. En kokos. Nog meer, maar die hebben ze dus allemaal niet. Hier zijn de andere. Maar ik ben dus niet heel erg van de zoete koffies. Maar ik wil er wel eentje kopen. Oh, ze hebben ook gewoon een eigen merkje of zo. Vanille siroop. Maar die flessen van Monin vind ik echt te leuk. Oh, pumpkin spice vind ik heel lekker. Die. Popcorn. Chai tea.
Ja, echt, dit is allemaal echt heel lekker. Witte chocola. Oh my god, die wil ik. En wat is dit? Ik heb zo'n setje gekregen van mijn collega, toch? Maar ik weet dus niet of dat deze smaken waren. Geen idee. En ze hebben ook kleinere. Maar die smaken zijn wat minder bijzonder. Ja. Kijk, dit is wel leuk, want deze heb je volgens mij niet in de supermarkt. Oh, ik bedoel deze. Voor professionals, maar die kan je alleen maar per 12 kopen. Dat is wel heel veel, zeg. Ik weet ook niet of die goed is. Maar dit vind ik wel echt heel leuk. Maar deze ziet er ook anders uit. Specially created for barista's. Oh ja, die. Oh, deze kan je wel loskopen. Oh, dit is hem wel. Maar dit is een ander. Ik wil deze los. Zoiets vind ik leuk om bij de webshop te geven. Van die old school candy. Maar ik heb net bij de Action al dingen gekocht. Oh, deze heb ik net bij Action of bij dinges gekocht. Hoe heet het? Weet je wel? Bij Flying Tiger. Ik weet niet waar het goedkoper is. Maar dit is wel heel leuk. Deze vind ik ook leuk. Maar ik heb nu al misschien een beetje veel. Of een Chupa Chupi. Dat vind ik echt cute om erbij te doen. Ik had dit wel echt heel leuk. Kennen jullie dit nog? Maar die kan je er niet bij geven, want dit is niet ingepakt. En dit. Dit is wel echt heel... Oh. Dit is wel echt te leuk allemaal. Wat kost dat? 46 cent per stuk. Heel cute. Te leuk. Het kost maar 45 cent. 50 cent inclusief btw per rol. Echt. Love it. Ik hou niet eens van snoep, maar dit vind ik wel echt een leuke afdeling. De keuze maken. Ik vind deze echt heel leuk. Maar deze zijn echt oldschool voor veel mensen, denk ik. En dit samen zijn 300 dingen. En ik heb geen 300 bestellingen in zo'n korte tijd. Dus ik doe deze dan wel weg, want ik heb al lollies. Maar ik wil ze eigenlijk heel graag. 106 voor 10 euro. Weet je hoe goedkoop? Dat is echt heel goedkoop. Nou, dit is hem dan. Vaarwel. Plek waar ik altijd mijn pakketjes wegbracht. Vaarwel, brug. Die soms dicht stond. Ik heb er niet echt moeite mee, moet ik zeggen. Ik probeer een soort afscheid te nemen voor mezelf. Maar ik heb er niet echt moeite mee. Al heb ik het hier echt heel lekker gehad hoor. Vaarwel kapper. Vaarwel snackbar en parkeerplaats. Ik kon niet eens voor de laatste keer op mijn eigen parkeerplaats staan. Alles was vol. Nou, dat is het dan. MC Home Tour. Niet heel veel te zien. Jullie hebben alles eigenlijk altijd wel gezien van mijn huis. Dit was de keuken. Stond mijn tv, mijn bank. Het was maar 38 vierkante meter. Mijn gang. Mijn meterkast. Dat heb ik echt overal wel gefilmd. Misschien niet in de wc. Dit was de wc. Echt niet zo spannend. Hier stond heel veel troep onder de trap. Dit was dan de trap die nooit geverfd is. Dit is dan boven. Best wel ruim hoor, voor in je eentje boven ook. Hier stond een hele grote kast. De muren hoefde ik niet te verven, alleen de pluggen eruit. En ja, dit is het letterlijk. Er valt niet heel veel te zien. Nog even stofzuigen en dan hoop ik dat het schoon genoeg is. Dit was het. Dit heb ik er zelf in gezet. Vroeger had ik hier een bad. Voor wie dat nog weet. Echt goor, maar dat mag. Het is niet goor, maar lelijk. Weer deze jurk. Dat was het. This was it. Nummer 29. Ja. Goodbye. Hij is nu de inspectie aan het doen. Maar hij is niet zo streng, zegt hij. Nou, dat was het dan. Daar en daar woonde ik. Bovenste twee. Vaarwel. Ja, dat was het dan. Dat is een hele chille gast. Ik vond het allemaal prima, want ik wou nog stofzuigen, maar dat hoefde niet, zei hij. En het was ook niet heel schoon. Ik had dus nog de schoonmaakster gevraagd om een uurtje te komen. Maar ik vond het... De wc was helemaal niet zo schoon, dus dat heb ik nog even zelf gedaan. Maar het maakt allemaal niet uit. Hij zegt, er komen allemaal mannen hier eerst in. Die gaan het huis helemaal opnieuw soort renoveren-achtig. Wel chill, want toen ik erin kwam had ik niet het idee dat dat gedaan was. Maar volgens mij zijn ze daar tegenwoordig iets beter in geworden. Ik denk dat de jongen wel een mooier huis krijgt. Ik dacht dat ik nog even erin mocht blijven, want je betaalt gewoon de hele dag. Hè? Je betaalt gewoon tot 24 uur, zeg maar. En dat ik dan de deur wel achter me dicht kon doen, maar dat mocht dus niet. Dus ik zei, oh, ik wou nog even afscheid nemen van mijn huis. Toen zei hij, mag je doen hoor. Toen zei ik, nou ja, ik zou echt niet weten waarom. Ik denk altijd van, je moet afscheid nemen van je huis of zo, maar uiteindelijk boeit het me eigenlijk niet heel veel. Ik ben daar wel makkelijk in hoor. Ik vind bepaalde dingen heel belangrijk. Dus als ik iets
bijvoorbeeld een nieuwe baan hebt, vind ik het heel leuk als mensen je feliciteren. Of als je jarig bent of iets, wat dan ook. Maar zo afscheid van nemen van een huis of zo, daar hecht ik niet echt per se waarde aan. Nou, nu even langs de hulp het geld brengen. 15 euro voor een uur. Dan naar oma. Maar dit is ook weer gedaan. En de gietvloer. Er zitten een paar belletjes of zo in boven. En dat vond hij niet mooi. Hij is net geweest. Dus ze gaan het bovenste verdieping opnieuw doen. Terwijl het er best wel heel mooi uitzag, vond ik. Maar ze willen natuurlijk het perfect afleveren. Bijna vergeten. Nog even deze zak met kleding erin doen. In de bak. Donderdag ga ik weer met Lotte afspreken. Leuk. Hebben we net afgesproken. Ik vond het zo gezellig vorige keer. En ik heb natuurlijk ook gewoon tijd. Dat heb ik normaal niet. En we wonen iets dichter bij elkaar. Het scheelt nog een paar minuten, maar het scheelt toch. En ik heb natuurlijk vakantie. En ik ga natuurlijk na de vakantie ook minder werken. Ik vind wel dat ik leuke dingen heb gekocht bij de Macro. Oké, zal ik ook de prijzen noemen? Dit vond ik wel heel leuk. Ik heb er gewoon meteen 12. Wat kost dit? Het is ook zo grappig, want ik ken echt zoveel prijzen uit mijn hoofd. Dus ik sta daar en ik weet gewoon exact van, oh, dit is 23 cent duurder in de winkel of zo. Sommige mensen vinden mij volgens mij vet raar daarin. Maar ik vind dat gewoon heel leuk altijd om die prijs in de gaten te houden. En ik koop zo vaak 1 plus 1. En dan is zo'n macro in verhouding vet duur. Die shots vind ik echt wel meevallen. Huh? 12 flesjes voor 13 euro. Ik weet niet of dat dan met of zonder btw is. Maar de btw is 6,50 euro. Dus dat valt ook alweer allemaal weer mee. Eén zo'n flesje kost dan 1 euro. En 0,83 cent. Dus bijna 1,10 euro. Nou, dat vind ik wel leuk. Want die shots van de Lidl hebben veel meer erin. Veel meer milliliter. Maar ook veel meer appelsap ben je dan aan het drinken. En deze ken ik niet. Sorry voor de herrie, maar mijn raam stof open. Maar hoe leuk als deze echt vet blijken te zijn. Want H en ik zijn echt obsessed hiermee. Dus drink het liefst elke dag zo'n shotje. Dan ga ik er gewoon meer halen. Het is 27% gemberzap. Dat is best veel hoor. En verder water, citroen 9%. Biologisch. En appelsap 10,5%. Dus best veel gember. En veel water. Holy shot drink. Zal ik er eentje proberen? Dit vind ik echt heel leuk. En hier ga ik haar ook heel blij mee maken. En gewoon echt een shot, weet je wel. Dat andere is gewoon veel te veel voor een shot. Dit, hoeveel milliliter is dit? 60 maar. Perfect. Ja, hij mag voor mij nog sterker, maar het is niet nodig. Ik vind hem alleen heel citroenerig. Hij is wel echt best wel zuur. Ik maak hem zelf iets sterker. Maar hij is... Ja, je voelt hem wel. Nou, ik heb dus de Barista Almond gekocht. Volgens mij heb je deze dus niet in de supermarkt, maar zie je die dus altijd inderdaad bij koffietentjes en zo staan. Voor professionals. Ik hoop dat dit een nieuwe verpakking is of een andere verpakking. En dat het wel gewoon ook de professional versie is. Want volgens mij is dit niet degene die in de supermarkt staat. Maar dat weet ik dus niet zeker. En dit is dan glutenvrij, dat hoef ik niet. Maar ik wilde er ook een met oat en dan voor professionals. Oh, dit is ook niet die voor professionals, grapje. Barista, ik weet het niet. Maar deze wilde ik eigenlijk. Met dat nummer 4 en zo erop. Nou ja, we gaan het zien. En als het echt lekker is, dan koop ik gewoon een 12 pack van die kokos of zo hoor. Nou, dan dus deze. Dit vind ik ook echt toppie. Toch heel leuk als je bij je bestelling zo'n snoepje hebt. Ik hou ervan. En ik ga hem nu even niet openmaken, maar er zitten gewoon deze kleine zakjes in. Deze mooie fles. Oh, moet ik nog de prijzen zeggen? De Alpro's waren, de oat was 1,99 euro. Almond 2,09 euro, dus 2,10 euro. En kokos 2,25 euro. En de Prosecco kost met korting maar 7,60 euro. En normaal 10,20 euro. Oh, die vind ik wel super vet. Vind ik echt een hele mooie. Heel leuk. En dan heb ik nog 4 Monins. Chai, ik weet niet of die geweldig gaat zijn, maar ik hou dus niet zo van zoet. Dus ik denk dat hij gaat zijn. Dit is altijd vet awkward. In mijn koffie. Ik hoop dat hij echt lekker kruidig is. Zal ik hem gewoon even ruiken? Ja, echt als een kaars, maar dan nog minder zoet. Ik denk dat ik dat heel lekker vind. Ik heb niet die meest standaard dingen, maar ik hou niet zo van karamel en zo. Hiervoor ging ik dus, voor de komkommer. Zo, dat ruikt echt naar komkommer. Maar ik denk, want Lotte en ik vroegen dus wat er in dat drankje zat. Ze kostte trouwens 6,99 €. Ik denk dat ze komkommer en watermeloen hadden. Dat zeiden ze niet, maar ik denk het. Maar watermeloen was dus op. Ik heb nog een popcorn. Oh, ik denk dat dat heel lekker gaat zijn in je koffie. Maar ja, ik hou er dus eigenlijk niet van. Maar ik vind het ook heel leuk als mensen op bezoek komen. En white chocolate. Het is best wel een beetje bijzondere smaakjes. Zo.
Dit ruikt echt naar witte chocolade douchegel. En die vind ik nooit zo lekker ruiken. Ik weet niet of die lekker gaat zijn. Maar ik ben benieuwd. Oh, wat ben ik aan het doen? Dit is echt vet zwaar. Het is natuurlijk... Is het een kilo per fles met het glas erbij? Nou, ik ben heel blij met mijn aankopen. Het was 60 euro in totaal. Maar ik vind dat ik echt leuke dingen heb. Helemaal happy mee. En ik ben veel te veel aan het vloggen. Oma is naar de buren aan het roepen. Omdat ze iets aan het slopen zijn of zo. Volgens mij horen ze je niet. Ik denk dat ze dood zijn. Oh, dat was heel gezellig, maar ik ga helemaal dood. Dat heb ik heel lang niet gehad. Ik heb dus iets gegeten. Taugee. Sperzieboon, courgette. Saus. Ik had een salade. En ik heb echt wat ik lang niet heb gehad, dat ik echt dood ga. Dat ik weet dat ik straks op de wc zit en echt het gevoel dat het aan beide kanten uitkomt. Heel nasty, sorry, maar ik benoem het gewoon. En dat begint nu. En ik moet 50 minuten rijden. Dus ik hoop dat het goed komt. Ik begin echt heel misselijk te worden. Het zijn echt, zeg maar, zulke pijnlijke steken. Ik heb dat dus zo lang niet gehad. Ik heb wel heel lang geen courgette gegeten. Zou dat zijn? Nou, ik ga volgende week woensdag die bloedtest doen. Maar dit is wel... Zo. Ik hoop echt dat ik erachter ga komen wat het is. Want het is echt niet leuk. En dit heb ik dus niet meer zo vaak. Maar ik heb wel gewoon dat ik dan 3 dagen niet naar de wc kan en zo. Dat is ook niet goed. Wat ik nu voel... Dat is echt die spastische darm. Nou, dat gaat echt zoveel beter. Ik heb er zoveel minder last van. Dus waarom heb ik dan nu ineens weer... Ik weet het niet. Salade was het. Nou ja. Nou ja. Was wel gezellig. Doei. Hallo. Maar volgens mij heb ik dit niet gevlogd. Maar ik heb gisteren voor het eerst gefietst in Zoetermeer. Van hier naar Haashuis. Maar vandaag ga ik dus zwemmen. Banen zwemmen. Om 12:30 kwart voor 1. Ik ben een beetje wappie. Want ik heb dus verteld van mijn buik. Dat het helemaal mis ging gisteren. Nou ja. Ik ben nog steeds niet helemaal lekker, maar dat komt door mijn buik. Dus ik ga gewoon wel dingen doen. Ik ga nu, ik heb een band opgepompt net. Wat pak ik hieronder aan? En ik ga naar een zwembad hier. Dan ga ik banen zwemmen. Dus lekker dit simpele outfitje aan. En dan, wat pak zit er al onder? En dan een handdoek mee. Schoon ondergoed. En het is 5 kilometer fietsen. En dan ga ik daarna lekker mijn haar wassen en zo. En nou ja, ik vind het wel chill. Het zonnetje schijnt. Ik heb geen idee waar ik naartoe moet fietsen. Dus ik moet zo mobiel, zeg maar zo. In mijn hand op mijn stuur houden. Ik hoop dat dat mag. Dat ik geen boete krijg. Ik moet anders even zo'n ding gaan kopen dat je mobiel erin kan leggen. Want ik ken de route hier totaal niet. Oh my god. Old school flesjes. Hey. Zo, dat was echt lekker. Ik hou echt van zwemmen, maar ik vind baantjes trekken wel heel saai. Ik heb het een half uur precies een keer later geweest. En heel af en toe ging ik mezelf zo optrekken aan zo'n ding. En wat beenoefeningen doen. Maar ik denk dat ik 25 banen heb of zo. Maar je hoort er niet per se moe van, maar je krijgt wel minder kracht. Ik bedoel, het is echt wel goed voor je lijf, maar ik vind het zo saai. Ik denk dat ik gewoon misschien 1 keer per week moet zwemmen. 1 keer per week zumba, 1 keer per week of zwemmen of aquarobics of zo. Ik heb gewoon afwisseling nodig. Als ik dit elke week zou doen, zou ik het echt heel saai vinden. Even omkleden. Ik kan er heel slecht tegen. Dat je dan zo nog half mat bent en je voeten nog mat zijn en zo. Ik kan er dus echt heel slecht tegen. Echt een aansteller. Ik ben benieuwd of een van jullie dat ook heeft. Want sommige mensen boeit het echt niks. Maar ik moet echt helemaal droog zijn voordat ik dan weer mijn kleren aan kan trekken. Anders vind ik het echt... Nou, ik vond het heel chill. Ja, superleuk. Mijn bestelling van Freshies is binnen. Want ik had dus die muesli laatst gekregen via een PR-bureau. En had ik op Instagram gezet. En die was echt zo erg lekker. Dus nu heb ik nog 2 zakken opgestuurd gekregen. Maar ook nog andere dingen. Kijk, deze doos is net bezorgd. Helemaal met track and trace. Zodat je dus... thuis bent, want dingen moeten dus in de vriezer. De rest ligt wel in de vriezer. Alleen dit moet niet in de vriezer. Denk ik. Toch? Nee. Dit is dus die mega lekkere muesli. Daar heb ik 2 zakken van gekregen. Ik had het op Insta gezet en ook in mijn vlog. Hij is echt heel lekker. En er zit dus geen suiker in. En het is van 66% groente. En dit maken ze dan dus van de pulp die overblijft. Van de sappen die ze maken. Dus echt een geweldig concept. Maar ook nog eens echt... Ik vind hem echt geweldig. Hij smaakt echt naar pumpkin spice. Dus ik ben heel blij dat ik die heb gekregen. Kijk, dit heb ik allemaal gekregen. Wow, het is echt super lang houdbaar. Hij had het meteen in de vriezer voor me gelegd, want ik was er niet. Maar ik heb allemaal sapjes. En dit.
Die ken ik ook niet. Premium Bio Acai Frozen Puri Pads. En deze is echt heel chill. Pure gember shots. Maar die kan je dus ook in de vriezer bewaren. Ingevroren, super vers. En als ik die sapjes ga proeven, zal ik het even filmen. Ik heb ook soep gekregen. En heel chill dat het gewoon lekker in de vriezer ligt. Ik ga er even één sapje vast uithalen. Een heftige met venkel, bleekselderij, bladspinazie, ijsbergsla, komkommer, aardbeer, rabarber, avocado, gember, zeesla en basilicum. Wow. Oké, die ga ik in de koelkast zetten en morgen drinken. Heel benieuwd naar dit. Het kan echt niet dat ik weer deze jurk aan heb. Hij zit gewoon zo chill. Kijk, zo ziet het eruit. Oh, voor een smoothie of een acai bowl. Het is gewoon puur. Pure acai. En ik haal ook even een ginger shot eruit. Nu zit ik weer op dezelfde plek, maar ik ben in de tussentijd ook dingen gaan doen. Maar nu heb ik dus bestelling binnen, want ik heb voor het eerst toen even bij Crisp besteld. Mijn broertje die had het erover, dus het is niet gesponsord of gekregen of zo hoor. Ik heb gewoon zelf besteld. Het is best wel duur, maar ze hebben dus hele andere merken en zo. Te leuk. Dit zijn oats, dus havermout. Red velvet brownie flavor met 40% groente. Kant en klaar. Wel heel leuk, allemaal van die producten die ik niet ken. En dan ook carrot cake. Heel benieuwd hiernaar. Dan nog biologische Griekse yoghurt. 10% vet. 2 champignon burgers. Deze waren het best uit de test gekomen van alles of zoiets, had ik gelezen. Met Italiaanse kaas, pijnboompitten en oregano. 3 avocados waren 5 euro, maar ik was gewoon wel heel benieuwd hoe de avocados hier zijn. En dit kostte 4 euro. Dit is koude koffie, maar ik wil dat gewoon ook te graag proberen. En dit was het cadeautje wat ik kreeg van via mijn broertje dan. Dat is normaal volgens mij 4, 5 euro. Dat is kimchi. Echt heel lekker. Dan hebben we nog bananen, maar dat was puur omdat we dat ook gewoon nodig hadden. Deze. Ook heel erg nieuwsgierig naar. Die kan je volgens mij wel gewoon bij de Ecoplaza aan zo kopen. Maar die yoghurt waarschijnlijk ook. Walnoten. Die had ik nodig. Ik zag laatst ook allemaal gesponsorde dingen van Crisp. Superleuk. Kijk, dit heb je volgens mij wel bij de Albert Heijn. Dit was ook een aanbieding. Dat is watermeloen iced tea. Volgens mij was dat 2 voor 4 euro. Daar was ik ook benieuwd naar. En nog een komkommer. Dit was iets van 52 euro bij elkaar. En hier ben ik echt benieuwd naar, want die wil ik al heel lang kopen. Dat is madonzout, maar dan de gesmookte, gerookte variant. En wij gebruiken best wel vaak madon. En deze wilde ik al heel lang proberen. Dit is heel leuk, want dit heb ik niet besteld. Dus dit is denk ik een cadeautje. Roomboter croissantjes. Voor in de vriezer. Superleuk. Misschien omdat ik een nieuwe klant ben. En ze hebben ook echt hele toffe ijsjes. Kijk, wit chocolade raspberry dream. En dat kost dan echt 4, 5 euro voor zo'n doosje. Maar ik moet het echt proberen. Biologische ijsjes. En deze ben ik ook heel benieuwd naar. Want dit is kokosijs van Abbott Kinney's. Met... Oh, dubbel cacao. Volgens mij had ik die helemaal niet besteld. Ik had volgens mij van binnen kokos en van buiten pure chocola, dacht ik. Maar misschien heb ik het verkeerd besteld. En nog hele gezonde ijsjes. Die bestaan alleen maar uit appelsap, aardbeien, agavesiroop en citroensap. Nou, die heb ik echt nog nooit gezien. En als laatste een echt speldbrood die je ingevroren ontvangt. Ik weet niet of die gesneden is. Wel, dus duur, maar echt hele mooie producten. Leuk. Vond het wel heel leuk om hier een keer te bestellen. Oké, ik ga het gemmersoortje drinken. Maar het is natuurlijk zonder appel, dus het is echt super sterk. Ik ben heel benieuwd. Oh, ja, lekker is anders. Oh, en hier zit ook nog pulp. Oh, zo. Dit is niet te vergelijken met... Dus niet te vergelijken met wat je in de winkel koopt. Oh, heftig! Dit is echt heel goor, jongens. Kijk, het is nu koud sowieso, maar het smaakt naar bieten. Met hele bittere cacao en zoetstof. Ik vind het echt heel vies. Wat zonde. Gadver. En dan ga ik die ook maar proeven. Ik denk dat die beter is. Dat was echt... Ik heb sowieso een hekel aan zoetstof. En je proeft echt zoetstof. Maar ik vind bieten ook niet zo heel lekker. Als je het zo erg proeft. Het staat ook niet dat je het moet warm maken, maar je kan het natuurlijk gewoon in een pan gooien. Deze moet wel oké zijn. Het ziet er ook niet heel lekker uit, hè? Deze is wel beter. Maar alsnog, die zoetstof maakt het echt heel vies. Nee, het is echt niet lekker. Ik zou het niet kopen. Wel zonde, want het is best duur. Ik heb er 8 euro voor 4 betaald. En het is echt goor. Zo, trouwens, dat gemmersoortje was vies, maar wel echt heel chill. Want je voelt het echt burnen.
Ik heb het natuurlijk nu puur genomen, maar zelf krijg ik het niet voor elkaar om gembershirtjes zo te krijgen. Als ik gembershirtjes wil maken, dat blendt niet. Dat kan je niet echt makkelijk zelf maken, dus ik ben er heel blij mee. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon er appelsap heen doen of zo. Maar het was wel te doen, het is alleen echt gewoon niet lekker. Terwijl ik gember normaal heel lekker vind, dus daarom moest ik ervan wennen. Echt heavy, maar wel nice. Nou, nu ga ik even lekker zonnen op het balkonnetje. Ik heb trouwens vanochtend nog die twee... Hallo? Ik heb vanochtend nog die twee kasten verkocht. Die ik voor mijn webshop gebruikte voor 30 euro twee kasten. Best wel chill. Normaal zijn die 30 per stuk. Dus toch nog 50% van de prijs voor gekregen. Maar ze zagen er ook nog heel goed uit. Dus ik heb op de fiets naar het nieuwe huis verkocht en weer terug. En eventjes net mijn vlog online gezet dat we het huis hebben gekregen. En nu ga ik gewoon heel even lekker chillen in het zonnetje. En dan daarna wel naar het huis en even door in mijn kantoor. Want het is echt een zooi. Maar even chillen. Bijna vergeten om te vertellen hoe de kokosmelk is. Maar hij is echt heel goed. Het was dus... Deze dus. Het lijkt wel een beetje op die van Starbucks eigenlijk qua smaak en heel goed schuim. Hetzelfde als het andere huis. Ik ben even naar de supermarkt geweest. Ik doe lekker alles op de fiets, pakketjes weggebracht. Niet voor mijn webshop, want ik kan echt niks vinden. Dus dat ga ik ook straks doen. Haakjes gekocht, zodat mijn lampen beneden kunnen worden opgehangen. Barbecue dingen gehaald. We gaan straks lekker barbecue op dakterras. De elektricien komt. Die is dus hiermee bezig met frezen van de stopcontact om ze wat lager te krijgen. We hadden zo iemand via de gamma of zo. 70 euro per uur, maar hij is echt 2 uur per ding bezig of zo. Dus we hadden echt niet verwacht dat het dan zo zou oplopen. Maar goed, dat heb je dus altijd met klussen. En hij komt straks om 2:30 weer, dus over 1/2 uur. En het wordt echt mega herrie. Dus ik ga nog even heel snel lekker hier op het dak trouwens een salade eten. Ik vind die salade van de Jumbo echt heel chill. En die pasta die erin zit is echt veel lekker dan bij de Appie. Niet zo hard. Ik heb vandaag deze met wortel en die vind ik echt heel erg lekker. En ik heb er dus een beetje van het gembershotje doorheen gedaan. En dan is het wel gewoon echt heel chill. En hier heb ik wat van die acai door gedaan. En dat roer ik dan door mijn yoghurt. Weer die kokosmelk van Alpro. Hij is echt heel goed.